Ja, natuurlijk moet FC Utrecht zijn excuses maken aan Willem II. Ja, dat is nogal duidelijk. Ja, bij Willem II waren ze natuurlijk hartstikke blij met die uitslag van de KNVB. Dus hup, die gaan de Europa League in. Dus we deden die supporters. Die maakten een enorm groot spandoek. Ja, voor de spelers van Willem II. Om ze aan te moedigen in de Europa League. Nou, en dan zitten er dus een aantal gasten in Utrecht. Want Utrecht, ja, niks Europa League. Dat had de KNVB zo beslist. Dus die hebben de pest in. En die zitten dan in Utrecht, ik stel me dat zo voor, en die zeggen dan tegen elkaar, ja maar, dan gaan we naar Tilburg toe. Oh, dan gaan we naar Tilburg toe. Dus allemaal in de auto naar Tilburg. En dan zeggen ze onder elkaar, en dan gaan we dat spandoek jatten. Oh, we gaan dat spandoek jatten. Nou, geweldig. Briljant hoor. En als we het gingen ze het jatten dan, hè. En dan hebben ze gejat. En dan steken we het in de fik. Nou, helemaal top natuurlijk. Wat was geweldig. En dan? En wat wil je daar nou mee zeggen? Zomaar lekker puur, dit is van vroeger. Van op de kleuterschool. En mijn vader is precies werk bij de politie. Lekker puur. Dat. Waar slaat dat nou op? En die jongens in Tilburg die denken bij zichzelf, nou ja. Hey, die hebben werkelijk 6 lijntjes achter elkaar naar binnen gesnoven. En die hebben zich helemaal volgesopen. Want die zijn helemaal boep, boep, boep. Kierenwiet. Jongens in Utrecht, die hadden dat gewoon heel anders moeten doen. In Utrecht hadden ze gewoon moeten denken, ho, zijn we in een spandoek, dan komen wij ook met iets. En of dat nou een spandoek is, of een mooie sign, of dit of dat. En dat hadden jullie dan midden in Utrecht moeten ophangen. Bij de grachten, of bij de dom, of weet ik veel waar. En dan had iedereen gezegd, wauw, die jongens in Utrecht, die reageren leuk. Dat is top. Ja, en dan ben je toch concurrenten van elkaar. En dan had het gewoon perfect geweest. En nu denk ik bij mezelf alleen maar...